Dat was ik inderdaad wel een beetje van plan en ik hoop dat dat gaat lukken. Ja. Dat is vanaf nu ook een van mijn leerlingen. Dus. Ja, kijk, we leggen dan op die leerlingen in mijn ik weet dat het lang achter elkaar is, maar ik probeer eventjes nog even 20 minuten erbij te leggen. Het voordeel is, nogmaals, jullie weten, dit is geen examen of toets. Dus je zit bij elkaar om te leren. Daarom hebben we ook in bijeenkomst maar 4 casussen, dus dat er altijd verdubbeling zit. Dus daarom is het extra leuk, denk ik, dat jij nu lezen kan van nu, waar je al een keer bij hebt gekomen. Hans is geen cassette recorder waar je op kan drukken dat het er precies hetzelfde uitkomt. Dus het kan ook zijn dat het een klein beetje anders kan staan. Voor is, maar de kaart is blij. Welke kaart? Eik. Je leerde. Nee, leerde. Tijdens het gesprek de patiënt op zijn gemak te laten voelen. En dat door middel van luisteren en laten uitpraten alles. En empathie natuurlijk. En ik wil reflecteren en parafraseren. En de samenvatting, die neig ik wel te vergeten, is dat voor mij best wel, want dat wil ik wel even doen. Dan ga je. Dat ga ik gewoon doen. Ja? Ja. Wens ik je succes. Oké. Okay. Nou, goedemiddag, meneer Kastanje. Ik ben Amber. Ik ben eerstejaars verpleegkunde. En ik loop hier stage op de afdeling chirurgie. En ik wil eventjes een gesprek met u voeren om u beter te leren kennen. Mm-hmm. Want ik heb begrepen dat u zojuist een klein ongelukje heeft gehad. Hoe voelt u zich nu? Nou, verward. Verward? Ja. In wat voor een opzichte? Nou, omdat ik dat nog niet helemaal kan terughalen. Ik bedoel, ik besef natuurlijk wel dat ik nu hier lig en zover ik het kan beoordelen en gehoord heb, valt het ergens nog mee. Tenminste, qua kwetsuren, zeg maar. Ja, gelukkig wel. Ook, tenminste, dat heb ik wel goed begrepen, toch? Ja. Tenminste, ik, van de rest, ja, fysiek is het, ik heb al pijn. Maar het is meer een kwestie van dat ik dus, daarbovenin bij mij een grote chaos is van dat ik niet helemaal kan vatten van wat er nou precies gebeurd is. Dus ik weet niet of deze of gene mij iets meer kan zeggen van wat er nou precies gebeurd is. Maar het is natuurlijk even schrikken ongeluk, u zag het niet aankomen. Dus het is gewoon even een raar verward gevoel. Maar ja, u bent aangereden door een scooter. Ja. En dat is hartstikke vervelend. Ik snap niet hoe dat mogelijk is. Ja, ik hoop dat traject altijd. Nou, dagelijks zou je kunnen zeggen, het is altijd hetzelfde traject, ook dat zebrapad. Nou goed, dat is op zich al goed. Ja, toch? Dat is hartstikke goed. Ja. Ja. Dus hoe dat nou heeft nou kunnen gebeuren, ja, dat is voor mij ook een. Het zou zomaar kunnen zijn dat u misschien iets gemist heeft, misschien heeft de chauffeur wat gemist. Het is allemaal kan het daarmee te maken hebben. Het is niet per se daarbij uw schuld en u hoeft zich er ook niet schuldig over te voelen als u zich er schuldig over voelt. Nou ja, goed, in zoverre niet schuldig, ik voel me er ergens wel schuldig in. Maar want ja, en dan bedoel ik dit te zeggen, dat ik natuurlijk door dit gegeven ook, word ik natuurlijk wel ineens geconfronteerd met het feit van ja, ook mensen die mij gewaarschuwd hebben of mij hebben zien oversteken of zien lopen, waarvan ze al dachten van nou dit loopt een keer fout, dus hoewel ik dat altijd zo veronachtzaam heb van ja, dat is allemaal flauwekul. Maar dat hoor je ineens, hoor je daar toch mee, komen die dingen toch boven. Ik denk, ja verrek, de mensen hebben dan toch gelijk. En dan kom ik op het punt van wat mij dus het meeste aangrijpt eigenlijk en waar ik dus heel veel moeite mee heb, is het feit dat dus mijn vrouw is een jaar geleden overleden. En die was heel erg wat dat betreft op het feit van, nou ja, ik heb staar dat daar verder niet geheimzinnig over te doen. Mm-hmm. Mijn zicht is gewoon een stuk minder. En, maar goed, toen ging alles nog met mijn vrouw samen. Dus ja, mijn vrouw, zou ik kunnen zeggen, was eigenlijk een soort van, om het nou maar over een soort blinde geleider in het zeg ik wat overdreven, maar goed. Nee, maar dus dat kon eigenlijk niks gebeuren, begrijp je? Ja. Alleen, zij heeft toen wel gezegd van dat er kort termijn iets gedaan moest worden. En dat heb ik ook, als zodanig heb ik dat ook zo toegezegd van ja, dat moet ook gebeuren, ja. Dat
heeft ze ook gedaan? Ja, de afspraak was eigenlijk min of meer gemaakt. Via de huisarts, naar de desbetreffende hoogarts, en dan zou dan een operatie plaatsen. Maar ja, wat je natuurlijk niet voor mogelijk houdt. Mijn vrouw heeft een hersenbloeding gekregen en is daar vrij snel daarna overleden. Dus toen kwam de klap zo hard aan, dat je dus op dat moment aan een staaroperatie niet meer denkt. Ja. En ik had ook zoiets van, nou ja, wat maakt het dan deze uit? Ik zie dat het wel een beetje moeilijk heeft met het verlies van uw vrouw. Ja. Zeker gezien het feit, het is natuurlijk sowieso moeilijk om dus een dierbare te verliezen, maar in dit geval kwam de klap dus dan hard aan dat ik, je verwacht natuurlijk nooit, dat soort dingen verwacht je niet en ik verwacht ook dat die hersenbloeding, dat was ook helemaal niet iets, dat al iets fout zat bij, dat is allemaal zo plotsklaps gebeurd, waardoor mijn leven dus eigenlijk in een hele andere wending kreeg. Ja. Het leven was mij ook niet zoveel minuut meer. Ik had niet zoveel interesse meer dingen zo. Het komt allemaal aan. Het interesseert mij niet zoveel. Het leven gaat verder. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel. Het leven gaat wel verder natuurlijk. Dus, het is hartstikke goed dat u er zo over denkt dat het leven gewoon verder gaat. Het leven gaat ook inderdaad verder. Ja, maar goed, op het moment dacht je heel anders over. Dan dacht ik zelf van, goed, mijn vrouw is nu weg. Is niet meer. Wat heeft het nog voor dit om nu ook nog verder te leven eigenlijk? Ik heb het heel zwaar gehad. En nog eigenlijk, nog. En wat is het zwaarste dan? Gewoon het gemis van uw vrouw? Of de dagelijkse handelingen? Ik bedoel, als je zo lang met elkaar samenleeft, dan deel je al dingen met elkaar. Ja. En zij was ook eentje die dus, vooral omdat ik toch ook een beetje neig van, het valt allemaal wel mee. Ook die staar was in mijn beleving, viel dat allemaal mee. Ik bedoel, er is mee te leven, ik zie nog wat, ik zie jou ook zitten doen. Ja. Maar in sommige situaties is het gewoon bloedje lief. Dat lijkt me ook. Ja. Ook mijn buurman die heeft mij wel eens gewaarschuwd van, joh, ik weet niet wat met jou hand is, maar ben je levensmoe of zo? Want waarschijnlijk dan ineens zo'n weg overgestoken tegen zonder te kijken, weet je wel. Dus vandaar dat je nu wordt teruggehoord op het feit dat het gebeurd is. Dus dat zich, Maar u bent dus wel door mensen gemotiveerd om toch wat aan te doen, want ik hoor uw buurman... Nou ja, dat was een soort waarschuwing en niet zozeer omdat ik gemotiveerd raakte van nu ga ik er wat aan doen. Ik denk, waarom dan niet? Nee, omdat het eigenlijk niet zoveel scheelt eigenlijk. Want ik denk van, wat maakt het uit? En ook misschien, het klinkt heel dramatisch, dan denk je, word ik aangereden, ja, goed, dan is het afgelopen. Dan is het afgelopen. Nu wil het gewoon zo laten eigenlijk. Ja, nee, goed, dan als het dan zo gebeurt, dan is het gebeurd, dan is het vrij afgelopen. Ja, want dat is, ik ben heel blij dat u dit met mij wilt delen. Daar ben ik heel blij mee, ik heb het wel beter leren kennen. Heeft u misschien nog vragen? Nou ja, goed, de enige vraag eigenlijk niet. Het is nu een kwestie van wat ik dus nu van de heren dokter meegekregen heb, van dat het dus op korte termijn, maar goed, die informatie zou je zelf. En daar gaat u ook wat mee doen ook? Daar ga ik zeker mee doen. Het klinkt misschien raar, het is natuurlijk een ongeluk die dus nu mij toch wel weer, enigszins, op andere gedachten gebracht heeft. Ik wil niet zeggen dat ik nou wat meer zin heb in het leven of in de toekomst of zo, maar het heeft me wel weer toch wel aan het denken gezet. Oké, hartstikke bedankt. En tot zie ik de volgende keer weer. Ja. Ik ben helemaal vergeten samen te vatten. Maar ja. Wel, sorry, in het gesprek had je dat willen doen? Eigenlijk toen ik het moest afsluiten, had ik eigenlijk moeten zeggen van, geef ze het dat. Ja. En dat ben ik dus eigenlijk vergeten. Maar ja, dat voor het reflectieverslag inderdaad. Dus, ja. Ook voor het verder gaan? Ik weet niet, toen ik veel geluisterd op zich, van nee. Ja. We praten best wel veel. En dit is hartstikke goed, maar soms voelde ik een beetje dat ik iets meer moest doen, eigenlijk. Je voelde dat? Of je... Ja, dat voelde ik. Het voelde alsof ik een beetje niks deed.
Maar dan denk ik van ja, maar dat is ook weer tegenstrijdig, want je moet hem laten praten. Ik weet het niet. Ik heb doe je een beetje de leiding, dat je niet de leiding had in het gesprek? Of? Nou, dan niet, ja, misschien dat wel. Ja. Het doel is kennis maken, contact leggen. En jij wil een heleboel weten over die manier. Ja. Ja, hij hoeft niet te weten hoeveel broers en zussen jij hebt. Nee. Het gaat over hem. Nee, ja, het ging over het onderwerp waarover je hem me vroeg. Ja. Dus in die zin denk ik van, als, sommige mensen zijn nogal breedsprakig. Maar als het over het onderwerp blijft gaan, stel maar dat hij helemaal over die buurman was gaan praten. Van dat ik zo'n goede vriend was, dat hij op zijn bruiloft was geweest al 30 jaar geleden. En dat ze altijd samen bij de tuin voor het schien komen op. Dan had je wel inderdaad moeten ingrijpen, maar ja. Nu ging het alleen maar over hem. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus misschien kan ik een klein beetje wegnemen dat je denkt dat je meer had moeten doen. Ja. Oké, Katrien. Ja. Je bent sowieso een hele aanmoedigende luisteraar. Zo van je knikken en ja zeggen en echt heel aandachtig. Dus dat vond ik wel echt heel erg goed. Misschien kan je dat iets meer beperken, want dan heeft die meneer niet het gevoel dat hij echt voluit kan gaan. Maar dat is wat ik denk. Daarnaast heb jij redelijk wat open vragen gesteld van de vragen die je stelde. Maar ik dacht ergens een suggestieve vraag tussendoor te horen, namelijk wat is er zo zwaar, het gemis van uw vrouw of de handen? Ja, inderdaad. Mag dus niet. Nee, dat ja. Wat is een alternatief daarvoor? Want je wil wel iets weten. Nou ja, ik gaf meteen een antwoord daarvan. Wat hij had zou kunnen zeggen. En dat had ik niet moeten doen. Denk ik. Ik gaf meteen een A-B-keuze. Ja. Dat bedoel ik. Dat komt niet. Goed, in ieder geval, het is een poging om Rito te vragen en te laten merken dat je gehoord hebt. Dat je een beetje aan schuren inderdaad hoe je dat op zo'n manier kan doen dat iemand zich niet verplicht voelt een antwoord te geven, maar misschien niet helemaal aandacht is. Je had ook als doel dat je redelijk wat wilde doen. Je wilde reflecteren, parafraseren en samenvatten. Ik heb tussendoor ook kleine samenvattingjes gehoord volgens mij, dacht ik. Je hebt een gevoelsreflectie gedaan, namelijk kijk, ik heb het opgeschreven. Ja, moeilijk met het verlies van uw vrouw. Of ik zie dat u het moeilijk heeft met het verlies van uw vrouw. Dat was het. Dus dat heb je er ook helemaal in kunnen doen. Je hebt doorgevraagd. Dat heb ik er ook opgeschreven. Dat heeft u toch ook gedaan. Dat je dus ook een bepaalde richting instuurde. Vond ik ook heel erg goed. Dan inderdaad alleen die afsluitende samenvatting. Maar dat was ook niet zo heel graag. Op een gegeven moment dan moet je gewoon stoppen. En dan... Ik wil nog even op aansluiten op het design inderdaad van ik zie dat u letterlijk het een beetje moeilijk heeft. Oh. Ja, dan dacht ik van, als je dat terugziet, zou je misschien horen van dat eigenlijk contradictio in tegenwoordig is. Oké. Een beetje moeilijk hebben, ja, dat is dan misschien ongeveer het equivalent van vervelend. Oh. Je hebt het er moeilijk mee, of niet? Ja, dus dat beestje dat moet eigenlijk gewoon weg. Ja, dat is digitaliserend zo van. Ja, nee, Snap je? Ja, nee, die snap ik. Ja. Heb je het gehoord, wat ze zei? Ja. Ja, hoe was dat? Ja, goed, kijk, ik kan zeggen van ja, een beetje, ik bedoel, dat moet je niet gelijk erop reageren van, ja, een beetje, ik bedoel, het is helemaal niet een beetje, het is een behoorlijk. Ja, nou goed, de ene zal zeggen van ja, dat voelde me prettig en de andere denkt van de aandacht. Nee, maar kijk, je moet ook zo zien dat hij dus nu natuurlijk al aangaf van dat hij dus dat gebeurde. Ja, maar het ook helemaal omdraait, dat overlijden van zijn vrouw natuurlijk nu ook in het gesprek zit, want dat zo gebeurt het ook weer. Als ze gauw erover begint dan. Komt het allemaal weer naar boven toe en dan kan het inderdaad een heel emotioneel iets worden, dat hij dus op een gegeven moment niet meer verder kan. Mm-hmm. Dus dat gegeven, dan heeft ze dat verteld, nee, goed, en dan
Ja, dan is er ook zo snel, oké, nou, dan heb ik weer gezegd, dan ben ik te kwijt. Dat wat ik even zeggen zo, weet je wel. En ja, goed, en dan is het dus, ja, ik denk ook niet dat je als verpleegkundige dan verder kan gaan iets aan toe voegen of zo. Het is, en, ja, goed, het is een factor om rekening mee te halen. Ja. Kan een barrière voor je zijn om. Hij kan ook zoiets hebben, dat kan ook, omdat hij daar eigenlijk helemaal niets over wil zeggen. Dat zo gevoelig is, vind ik weer. Ik zeg er eigenlijk niks over. En dan, ja. Ja, dan wordt het een heel stil, non-verbaal gebeuren. Ja. Ja. Oké, nog even top. Je zei aan het einde van, ik ben blij dat u het wilde delen. Dat vond ik wel, dus eigenlijk zeg je van, geef je een complimentje dat hij zo open geweest is. Het geeft ook een teken van vertrouwen. Oké? Ja. Ik vertel het jou, ja. Begrijp je? Dus dat, ja, dat wilde ik ook heel graag hebben. Dus ik heb mezelf vertrouwen in dat opzicht. Ja. Fijn dat u mij dat toevoegt. Ja. Ja. En het werkt motiverend op groep. Dus misschien is het fijn om mezelf te praten. Ja, goed gedaan. Oké. En nog een vraagje? Ja? Ja. Aan u. Hoe voelde u zich tijdens dit gesprek? Hoe ik me voelde? Ja. Ja, van, nou ja, vertrouwen. Of... Ja, vertrouwen, ja. Dat is dan een heel belangrijke factor. En, ik begon al zo met die vraag van, ja, wat is eigenlijk gebeurd? Nou, dan gaf je gelijk, gaf je daar een reactie op. En, ja, goed, en dan ontstaat er langzaam zeker, ontstaat er iets wat normaal gesproken in gesprek kan plaatsvinden. En, een soort stuk vertrouwen, ja, zo van, ja, goed, ik ga het vertellen erover en ik kom eigenlijk al allerlei dingen in de boven en dan, goed, en dan komt in dat verhaal, zijn verhaal, dan te sprake, ja. Maar goed, nogmaals, hij kan ook zien van, nou goed, daar ga ik van niks meer over zeggen, het ligt mij te zwaar, het is te moeilijk en laat maar lekker zitten, laat mij maar met rust en dan zou ik zo van, ja, nee, ja, ik heb geen zin om daarover te vertellen, ja. Maar dat heeft ook een beetje te maken met wie je tegenover je zit. Of je denkt van, ga ik jou niet aan je neus houden? Ja. Ja. En dat zie je op een gegeven moment ook wel, denk ik. Ja. Als verpleegkundige, of je daarop kan doorgaan of niet. Ja, dat kan een beetje. Een beetje. Ja. We experimenteren. We moeten er een eindje aan breien. Oké. Okay.